nieuwe aflevering van Skatography. Vandaag zijn we zondag 25, ik weet niet meer. In ieder geval, het is vaderdag. En nieuwe helm op, gekregen van mijn zoontje en mevrouw. Echt, onwijs gaaf, dankjewel. Nou, en we zijn Oké, nou hier, daarom draag het in de helm. Jullie kennen waarschijnlijk nog Lex. Je was al in de eerder filmpje van de Friday Night Skate, hè? Ja, maar ik was ook in jouw filmpje. We hebben het over skatelessen gehad. Dat was ook lang de kroonroute geweest van de Friday Night Skate skateroutepagina. En die reden wij toen. We zijn begonnen in Amsterdam Noord, bij het station Noord. En het doel was het Zuidstation. Dat was Noord-Zuid lijn, maar dan op skate. Ja. De laatste kilometers hebben we samen gereden. In de buurt van het WTC. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Nou, en een van de volgende filmpjes, dat wordt samen met Lex. Dan wordt het een beetje een verrassing, maar we gaan in Amsterdam gaan we een beetje rond. Rondtouren. Ja, het is inderdaad iets wat ik met Skate Around ook heel vaak gedaan heb, ook in andere steden, is om een toertocht te doen, waarbij we ook iets doen op het gebied van een workshop, gewoon iets. En het leek mij leuk om juist bewust, wat nou eigenlijk nooit gedaan wordt, om ook een slecht stukje op te nemen. En dan te kijken hoe je daar gewoon toch met rol ook doorheen komt. Dat leek me leuk. En daarnaast natuurlijk veel gezien van Amsterdam. En de routes, eigenlijk de asfaltpaden, de paden worden steeds beter in Amsterdam. Het is echt een stuk beter dan 10, 15 jaar geleden. Ja. Dus je kan in de stad kan je ook gewoon best wel veel lekker skaten. Ja. Dus dan gaan we op klinkers en ik denk, klinkers. Klein stukje. Klein stukje?
Ja, in Noord, okay. Ik heb het al gevonden. Het is echt bij de Buiksloterdijk. Zoek maar op. Buiksloterdijk, ja. Heb je prachtige huisjes. Ja, ja, ja. Dit zijn die huisjes uit de 17e eeuw, waar vroeger die koopmanslieden van de VOC woonden. En daar ligt nu een prachtig pad. Maar op het allerlaatste moment, als je bij Oceaan aankomt, vlak voordat je naar de pont wil, is het plotseling pats, laatste stuk. Dus okay. Dat is ideaal om te oefenen. Ja, als je het zo ziet, is het niet erg. Ja. Ja. Het komt in het volgende filmpje.